dat je kijkt naar deze nieuwe video. Zoals je al hebt kunnen zien is dit de allereerste video van het nieuwe thema voor in december. Afgelopen maand, dus in november, had ik natuurlijk Cozy en ja, ik vond het heel erg leuk. Het is jullie ook heel erg goed bevallen, dus daar ben ik echt super blij mee en ja, gewoon helemaal leuk. Dus ik dacht, weet je wat, die vibe zetten we gewoon lekker door in december. Dus de hele maand december hebben we op dinsdag en vrijdag een nieuwe video in het thema Winter Wonderland. Winter Wonderland staat natuurlijk een beetje voor wintervideo's, kerstvideo's, feestdagenvideo's. Helemaal gezellig, helemaal leuk. Dus vandaag de allereerste video daarvan. Op 30 september heb ik al een bestelling geplaatst, namelijk een kerstbestelling. Allemaal kerstdingen, artikelen op AliExpress dus. En dat heb ik ook gefilmd, dus deze video heb ik en een Shop With Me online op AliExpress. Dus daar kijken jullie gezellig mee. En daarvan nog een shoplog. Dus twee eigenlijk dingen in één video. Dus heb je zin in deze video? Doe dan even dat duimpje omhoog en abonneer op mijn kanaal. Daar maak je me echt super blij mee. Laten we snel kijken naar de beelden die ik heb gemaakt op 30 september toen ik ging shoppen voor AliExpress. Nou, op het moment dat ik dit film is het 30 september. Kom ik net uit bad, dus zie ik er niet uit. Heb ik een lekkere dikke sweater aan en lekkere verse thee. Dus cheers! Goed, bij AliExpress, dat is gewoon zo, moet je op tijd bestellen. Dus dat gaan we ook doen. Ik heb hier een schrift, een notitieboek. Het is trouwens al 's avonds, ik zit hier heel gezellig. Met een nep kamfuurtje, kaarsjes aan. Maar goed, jullie zien heel saai blauw licht achter mij, maar anders is het gewoon vet donker. Dus, een schrift. Het plan van aanpak lijkt mij slim om even uit te schrijven wat ik precies eigenlijk wil bestellen. Want ik moet dat gewoon nu allemaal doen. Stel ik denk in december, god, dit had ik nog moeten bestellen. Ja, dan ben je al te laat bij AliExpress. Dus het lijkt me handig om even op te schrijven wat ik nou eigenlijk precies wil. Ik zoek een beetje versiering, cadeau, inpaksel, iets. En misschien ook nog wat cadeautjes of zo. Want ja, soms bij AliExpress heb je echt wel leuke dingen. Ik heb nog lang niet alles. Ik heb eigenlijk best wel weinig opgeschreven. Ik kom er gewoon niet zo op. Maar ik denk dat als ik eenmaal kijk, dat ik denk, ja, dit en dit. En oh, dit is ook leuk. Dus laten we beginnen. Oh, ik ben zo excited. Ik heb trouwens wel kaal zo. Ik moet wel heel erg naar achter leunen. Goed, ik ga hier het scherm delen. Let niet op dit licht nu, dat gele. Maar hè, het gaat Christmas decoration. Oh, ik vind dit al helemaal leuk. Kaartjes wat je aan cadeautjes kan doen. Maar deze vind ik niet zo heel leuk. Maar dit is wel precies wat ik zoek. Kijk, dit heb ik ook al gefavoriet. Ik kwam er tegen. Dit wil ik sowieso bestellen. Dit is gewoon grappig, want mijn vader die houdt heel erg van koken. Hij is echt helemaal fan daarvan. Hij kan het ook oprecht supergoed. En dit leek me leuk, want als wij kerst vieren, dan heeft hij een nieuw huis. Dus die wil ik sowieso doen. Ga ik even kijken welke soort. Goed, dan is dus ook precies dit. Wat ik wil. Dat staat gewoon allemaal af. Dit zijn stickers en die vind ik, dat vind ik leuk om met inpakken dan te plakken. Even kijken, wat heb ik hier nog op staan? Versierkaartjes. Laten we daar naar gaan kijken. Kaartjes voor bij de cadeautjes. Oh, dit is ook wel heel erg leuk. Oh, alles is leuk. Ik wil alles. Oh, ik hou zo van kerst. Oh, dit is leuk. Dennenappels met sneeuw. Maar ja, dat is voor kerst natuurlijk niet echt meer. Wat is dit? Lepel. Gouden lepel. Oh my god, dit wil ik. Dit ga ik bestellen. Dit is echt vet goedkoop. Wat is dit nou weer voor iets leuks? Oh nee, dit vind ik echt niet mooi. Oh, dit zijn van die dingen wat je aan je glas doet. Dat is best handig. Dan drink je nooit uit elkaars glas. Maar goed, dat heb ik echt niet nodig. Ga weg. Ja, die kussens. Ik vind... Oh, die gouden. Die. Die is leuk. Oh, deze is trouwens ook heel erg leuk. Die stickers. Vind ik dat leuker dan een sneeuwvlokje? Weet ik niet. Label. Card. Soms moet je ook maar een beetje creatief zijn op AliExpress. Kijk, dit zoek ik. We wish you a Merry Christmas. Ik krijg helemaal een touwtje erbij. Kijk, dat is leuk. Oh, dit is leuk. Een linnen bestekding waar je bestek in kan doen. Goed, ondertussen is het dus binnengekomen en ik schrok er echt een beetje van. Het is echt bizar veel. Je denkt misschien van niet, maar
Dit zit helemaal vol. En er zit ook nog één zak bij met allemaal cadeautjes erin. Dus het is echt heel erg veel. Dus het wordt echt een mega grote AliExpress kerstshoplog. Ik zal trouwens alle links in de beschrijving zetten. Mocht jij ook een item willen of zo, dan kun je dat in de beschrijving vinden. Oké, ik heb de pakketjes al wel een beetje opengemaakt. Omdat ik moest kijken of alles binnen is gekomen. Anders kon ik natuurlijk nog niet filmen. En ik heb erop geschreven wanneer alles is binnengekomen. Dus dan kunnen we zien hoe lang het erover heeft gedaan. Ik heb ook nog een paar kleine cadeautjes voor in de adventkalender van mijn zus gekocht. Dus dat zit hier ook nog allemaal bij. Dus we gaan gewoon gelijk beginnen. Dat heb ik nu heel vaak gezegd, dus dat gaan we ook absoluut nu doen. Laten we beginnen met de grootste. Dit is een heel erg groot pakketje en ik weet al wat erin zit. Oh, grapje. Ik had even verwacht dat er iets anders in zat. Maar dat is helemaal goed. Het is namelijk, en ik heb hem ook al moeten gebruiken, vandaar dat ik hem ook al heb opengemaakt. Gewoon heel erg basic inpakpapier. Maar ik dacht, hoe leuk is het om gewoon kerst, want ik doe kerstcadeautjes voor iedereen dit jaar. Ik vind dat helemaal leuk. Dus ik wilde een beetje van dat kartonnen inpakpapier. En dat is echt super goed gelukt. Ik ben er heel erg blij mee, want ik heb het al gebruikt. Het is echt heel erg stevig papier. En ik vind het gewoon mooi om dat karton, dat bruinige, ja, te gebruiken. En dan het op te leuken met van dat lint en stikketjes en dingetjes. Dus basic inpakpapier. Je krijgt dus echt een vet grote rol. Ik heb al heel veel gebruikt, dus hij was nog dikker. Echt zo groot of zo. En ja, voor de rest is het dus gewoon van dat kartonnen inpakpapier. Super chill. Heel erg blij mee. Ik heb de advertentie erbij gepakt. En het is een 30 meter bruin kraft inpakpapier. Dus 30 meter. En hij kostte €2,50. Dan de volgende bestelling. En dit heb ik ook al, sorry, ook al moeten gebruiken. Maar ja, ik moest natuurlijk wachten op de rest van de items. En ik had dit gewoon al nodig. Maar daardoor weet ik wel hoe het in zijn werk gaat, zeg maar. En of het fijn, ja, fijn materiaal is. Ik vond dit helemaal schattig. Je krijgt namelijk een stukje touw met dus van die kaartjes met We wish you a Merry Christmas. Kijk, dit is toch leuk. Weer van dat karton. Hier steek je dan een gaatje doorheen en dan doe je dit touwtje doorheen. En dan plak je dan aan, of dat doe je dan aan je cadeau vast. En dan weet je voor wie het cadeau is. Bijvoorbeeld papa, mama, Brit, whatever. Dus ja, die heb ik gebruikt. Ik vond het een heel erg leuk patroontje er ook op. Dit setje ga ik zeker bewaren voor volgend jaar, want dit heb ik allemaal nog over. Het is echt bizar veel, dus dat is echt top. En die kost €2,42. Het volgende pakketje is op 17 oktober aangekomen. En dit is iets heel erg kleins. Dit had ik nodig voor de adventkalender van mijn zus. Want dat zijn hele kleine vakjes. Dus dit past er perfect in. Het zijn namelijk van die invisible elastiekjes. Met roze kleurtjes. Ik vond ze echt heel erg leuk. Ik zal ze er even uithalen. Je hebt er dan drie. Allemaal rozige kleurtjes. Ja, dit zijn gewoon echt van die chille elastiekjes. Dus dit past natuurlijk perfect in de adventkalender bij haar. En die kost 82 cent. We gaan door naar het volgende pakketje. En dit is op 12 oktober aangekomen. Oh ja, oh dit is zo dom. Ik ga het vertellen. Dit is iets heel erg leuks. Namelijk een cashshirt. Maar het is echt een beetje een flop. Ik heb deze besteld voor mezelf in een XXL. Jongens, dit is een XXL. Het is gewoon, als ik het zo zie, lijkt het gewoon een S'je. Ik dacht leuk, een heel groot shirt waar ik lekker in kan gaan slapen. Niet natuurlijk om gewoon te dragen, maar gewoon lekker een slaapshirt. XXL, helemaal top. Maar goed, deze XXL is gewoon een S'je ongeveer. Dus dat is eigenlijk al een beetje jammer. Het stofje voelt wel heel erg zacht. Hij stinkt wel heel erg. Wat ik dus heb gedaan per ongeluk. Ik had dus die verpakking opengeknipt. Heb ik dus per ongeluk er een gat in geknipt. Het is zo typisch Floor. Maar goed, het is aan de onderkant, dus het valt niet echt op. Maar ja, dat is dus deze kerstshirt. Het is een beetje een bummer eigenlijk. Want hij is dus veel te klein. Ik wou hem veel groter. Echt als een jurkje eigenlijk. Maar dat is het niet. En die kost €4,32. Het volgende pakketje is ook op 17 oktober gekomen. Dus laten we hem openmaken. Oh ja. Ik was wel helemaal vergeten dat ik deze heb. Maar het zijn deze superleuke stickers. Deze rol. Met allemaal sneeuwvlokjes erop. Echt zo leuk.
Ja, en dit zijn hele kleine stickers. Ik dacht dus echt dat ze zo groot waren, die stickers. Maar ze zijn echt een stukje kleiner. Dus dat is ook alweer een beetje jammer. Maar ik vind ze echt heel erg schattig. Het is dus wit met karton. En dat kartonlook past gewoon heel erg bij dat inkpappapier. Kijk. Dus dat zijn deze stickers. Heel erg leuk voor cadeautjes om in te pakken, vind ik, met die sneeuwvlokjes. En die kan ook gewoon nog in januari of februari gebruikt worden. En niet per se alleen met kerst. Dus dat is deze. En je hebt ook echt heel erg veel ervan. En dit kost €2,80. Het volgende item is weer 17 oktober binnengekomen. En het is echt een heel erg klein zakje. Dus ik ben heel erg benieuwd. Oh, dit is leuk, ja. Ook weer iets voor een adventkalender van mijn zus. Maar ook een klein cadeautje voor mijn moeder erbij. Dit zijn namelijk twee hele schattige armbandjes. Mijn zus draagt goud. Dus ik heb deze in een goud voor haar besteld. Het is namelijk de letter B. Is dit een B of lijkt het nu een D? Nee, dit is toch echt de B. Kijk, heel erg leuk. Gewoon een armbandje die je ook gewoon kan nog verstellen naar wens. De kwaliteit voelt echt super goed aan. Die B is echt vet zwaar ook. Het slotje ziet prima uit. Dus hier ben ik echt heel erg blij mee. Precies dezelfde heb ik ook in het zilver voor mijn moeder. Mijn moeder heet Bea, dus ook de B. Dat is wel heel toevallig. En mijn zus heet Brit. Dus ja, dit leek me ook wel leuk om gewoon... Ik heb al cadeautjes gehad voor onder de kerstboom. Maar dit leek me ook wel leuk als gewoon een bij extra cadeautje voor mijn moeder erbij. Dus die ziet er zo uit. Gewoon precies hetzelfde. Ik weet niet of het nu weer een B is of een D. Nu is het een D. Nou is het een B. Dat is deze in het zilver dus. En die kun je ook gewoon weer heel erg mooi verstellen. Hij voelt echt super goed aan qua kwaliteit. Niet echt flut. Ze kosten 78 cent per stuk. Dan het volgende pakketje en die is op 5 oktober. Oh nee, grapje. 15 oktober binnengekomen. En hier ben ik heel erg blij mee. Dit is denk ik voor mijn zus... het laatste cadeautje die ze voor de adventkalender mag uitpakken. Deze dus weer voor mijn zus voor de adventkalender. Het is namelijk dit Real Techniek setje. En het lijkt dus echt helemaal echt. Wat ik eigenlijk wel heel grappig vind. Maar oprecht, de kwasten van AliExpress zijn echt een aanrader. Ik vind ze super fijn. Ik heb zelf daar mijn make-up bakje staan. En daar heb ik eigenlijk bijna alle kwasten van AliExpress. Super zacht, super fijn. Echt top. En ook een goed prijsje gewoon. Dus ik heb dit setje voor mijn zus besteld. Nou ja, in ieder geval deze zitten erin. Ik laat hem ook lekker in verpakking. En die kost €10,45. En dan heb je dus dit hele setje. Dan gaan we door naar het volgende item. En die is op 12 november binnengekomen. Dus dat duurde alweer iets langer. Oh ja, dit is voor mijzelf gewoon leuk. Dit heeft niet echt per se wat met de feestdagen te maken. Maar ja, dit zijn gewoon... Oh. Simpele oogschaduwkwastjes. Heel erg simpel. Maar ja, die had ik gewoon nog even nodig. Ik gebruik best wel vaak oogschaduw de laatste tijd. Oh, ik ben helemaal niet scherp. Ik gebruik de laatste tijd dus best wel vaak oogschaduw. Dus ik ga best wel snel door de kwasten heen. Dan moet ik ze heel vaak schoonmaken. Daar heb ik geen zin in. Dus ik dacht, ik bestel gewoon nog wat extra oogschaduwkwastjes erbij. Ik heb er dus 6 in 1 setje. Echt super leuk. En ja, dit vind ik altijd wel handig om te hebben. En volgens mij was het ook helemaal niet zo duur. Ik ga het nu even opzoeken. Ja, het was €1,84. Oké, dan gaan we verder naar een wat grotere zak. En dit is echt een AliExpress zak. En zo kreeg ik het binnen. Vond ik eigenlijk wel geinig, want dat heb ik nog nooit gehad. En hier zitten dus echt vet veel van mijn bestellingen in. Ik dacht echt, huh? Maar oké. Dus dat. En deze kwam op 31 oktober binnen. Eerste pakketje is, oh ja, helemaal leuk. Ik zag dit en ik was meteen verkocht. Dit is echt typisch Floor. Ik haal het even uit de plastic. Ik heb namelijk gouden lepeltjes besteld. Ik hou echt van dat goud, van dat servies en zo ook. En bestek en dat allemaal. En toen zag ik dus deze kleine theelepeltjes. Maar ze hebben dus allemaal een bedel eraan. Met, ja, kerstgerelateerde bedel. Dus die heb ik gewoon alle 4 gelijk besteld. Ik kon niet kiezen. Ik dacht, oké, ik doe de eerste 2. En toen dacht ik, nee, ik doe ze gewoon alle 4. Allemaal anders. Helemaal leuk. Hoe schattig is dit om in je chocomel te doen of in je thee? Ja, echt top. Ik hoop dat het een beetje een prima kwaliteitje is. Maar ach, voor die prijs. Ze zijn namelijk 99 cent per stuk. En dan heb je deze geweldige lepeltjes. Dus ja, dat zijn deze. Echt helemaal verliefd op. Volgende uit de zak. En dat is, oh ja. Dat is voor het inpakken van de kerstcadeaus. Maar dat kan ook gewoon daarna nog gebruikt worden met verjaardagen of zo. Het is namelijk dit lintje. Heel erg mooi. Een beetje van dat jute spul is het.
Kijk, heel mooi. En dan met een wit randje. Je kan ook echt leuke cadeauverpakkingen vinden bij AliExpress, vind ik. En je krijgt ook echt een mega rol. En deze kost €1,84. Dan het volgende item uit de zak. Is iets heel erg kleins. Oh ja. Ik denk dat ik deze ook voor mijn zus had besteld voor een adventkalender. Nou ja, ik vind eigenlijk het bla of dit kartonnetje erbij niet zo leuk. Er staat namelijk Karma op en dan een heel tekstje. Dus die ga ik ook niet gebruiken. Ik ga hem er even uithalen. En dat is deze gouden met een rondje. Ik vind hem prima voor in een vakje voor in een adventkalender. Dus dat is deze gouden ketting voor mijn zus. En die kost 92 cent. Het volgende zakje wat dus weer in die grote zak zit. Echt, die zit bomvol. Oh, en dat is gewoon weer iets voor in een adventkalender. Dat is best wel grappig. Ik heb echt wel wat kleine dingetjes en frutjes op AliExpress besteld voor in een adventkalender van mijn zus. Dit past er namelijk perfect, denk ik, in. Het is namelijk een beauty... Oeh, zit plastic aan me vast. Een beauty blender in het roze. Hoe cute is dit? Hij voelt heel erg zacht. En ik ben benieuwd als je hem in het water doet of die lekker gaat groeien. Want dat is natuurlijk de bedoeling. Maar dat mag ze zelf gaan ondervinden. Want ik ga dat natuurlijk nu niet allemaal testen. Want het is wel een cadeautje voor haar. Ik ga hier een heel leuk zakje en zo om doen. Zodat hij leuk verpakt in de adventkalender komt. Dus dat is deze beauty blender voor mijn zus. En die kost 83 cent. Door met het volgende item uit deze zak. Oh ja. En dat zijn deze fluffy sokken. Voor mezelf. Helemaal leuk. Ik dacht, dit is toch helemaal leuk om gewoon met de feestdagen te gaan dragen. Heel erg zacht is die. Maar ook gewoon, ik draag altijd wollen sokken. Ik vind het altijd goed. En de wollen sokken kosten 96 cent. Volgens mij, ja, ik heb nu het laatste item uit die grotere zak. Oh ja, dit is ook weer voor het inpakken van mijn kerstcadeaus. Ik ga het even uithalen. Kijk, dit vind ik dan echt een leuk detail geven aan de bruine kleuren. Dit is namelijk een rode lint. Hij valt al helemaal uit elkaar. Super leuk voor de kerst. Heel erg simpel dus, maar hartstikke leuk om je cadeautjes mee in te pakken. Dus ook weer een inpak iets. En die kost 65 cent. Dan het volgende product zit in dit hele grote ding. Dat heb ik er niet opgeschreven, maar deze is als laatst binnengekomen. Dat weet ik wel. Dus dat is eigenlijk echt recent. Dus deze heeft er heel erg lang over gedaan om binnen te komen. Ik heb namelijk... Oh, ene... Ik heb een deegroller. Oh, deze is mooi. Oh, heel tof. Een deegroller besteld. Dus je zou eens denken, lekker random. Klopt. Maar mijn vader is dus net verhuisd. Als jullie deze video zien, is hij al verhuisd. Woont hij in het nieuwe huis met zijn vriendin. En heel erg leuk. De verhuisvlogs komen er trouwens aan. Volgende week komt de tweede verhuisvlog aan. En in het nieuwjaar wil ik de rest allemaal online gooien. Dus super leuk. Maar voor zijn nieuwe huis dacht ik, hoe leuk is het om een cadeautje te geven wat toepasselijk is bij de keuken of zo. En dan ook een beetje met een floor touch. Dus het moet kerstgerelateerd zijn. Ik heb namelijk deze deegroller met van die vormpjes erin. Als je hier overheen gaat, over je deeg, krijg je dus zo'n vormpje. Nou, ik vond het helemaal leuk. En die kostte €6,95. Dan dit pakketje, die is op 29 oktober binnengekomen. Ik heb namelijk gewoon een oogschaduwpaletje besteld. Ik zag dit en ik dacht, nou, dit wil ik wel testen. Het zag er heel erg mooi uit, dus ik dacht, we gaan het gewoon proberen. En dan heb je hier het palet. Ik ben heel erg benieuwd. Oh. Oh nee. Hij is al kapot. Oh, wat zonde zeg. Kijk. Dit is het. Hier zat een... Wat voor kleur zat daar? Een beetje rood shimmer. Echt super mooi. Dus dit paletje. Deze is dus helaas kapot. Vind ik echt heel erg jammer. Maar de rest van de kleuren vind ik wel heel erg mooi. Zou ik gewoon alvast een swatch doen? Ik ben benieuwd. Welke gaan we doen? Oké, we gaan de gouden doen. Wow. En deze oud roze vind ik ook wel heel erg mooi. Wow. Super mooi. Oprecht. Kijk dan. Beetje lastig. Ik heb het echt op een kutplek geswatcht. Kijk hoe mooi. Gewoon met één keer erin. Echt super mooi. Wauw. Nou, ik raad denk ik niet aan om echt cosmetica producten zoals een concealer of een lippenbalsem of dat soort prut eigenlijk te kopen op AliExpress. Ik vertrouw dat echt niet. Maar ik weet niet. Ik zag dit oogschaduwpaletje en dat is echt poeder. Ik heb daar alweer een ander idee over dan echt vloeibaar spul of zo. Ja, het ziet er heel erg mooi uit. Geen idee of het ook echt goed is voor je huid. Ik bedoel, AliExpress weet je het nooit. Maar zo ziet het echt heel erg mooi uit. Echt
Ben ik echt heel verbaasd over. De pigment is top. Wel jammer dus van dat stukje die eruit is. Maar de rest vind ik heel erg mooi. Dus die ga ik zeker gebruiken. Nou, en dat paletje die kost €2,48. Dan komen we alweer aan bij het laatste cadeautje die ik heb besteld. En die is op 17 oktober binnengekomen. Het is weer mega klein. Aha. Ik weet het alweer. Weer voor mijn zus voor een adventkalender. Ik ga beginnen met deze. Ik laat het ook lekker in een plasticje zitten. Want dat vind ik er wel wat mooier uitzien. Ik heb deze ketting, dit is een ketting, voor haar besteld. Een gouden met een hele mooie V. De kwaliteit ziet er ook super goed uit. Stainless steel, het is stainless steel. Ik ben benieuwd of dat ook zo is. Hij is net zo lang als die van die ik nu om heb. Die is van Ixie Jewelry. Maar ja, dat is deze V-ketting. Heel erg mooi en ook weer lekker subtiel voor haar. En daar heb ik ook een armband van gekocht. Weer precies dezelfde, maar dan dus in een armbandje. Dus dan heb je echt een heel erg leuk setje. Deze ga ik er wel uithalen, want... Oh, ik heb hem al kapot gemaakt. Wat een gezeik. Oh, maar dit kan ik wel maken, want je kan dat tangetje gewoon weer indrukken. Dus een armbandje. En die V ziet er wel echt heel erg mooi uit. Heel dik. En ik dacht leuk als setje. Dus dat heb ik nog voor mijn zus voor de adventkalender ook nog besteld. En de rest heb ik allemaal gewoon uit Nederland. Bodyshop, dat soort dingen voor in haar adventkalender. Dus dit waren een beetje de kleinere cadeautjes van AliExpress voor in haar kalender. Dus niet alles is van AliExpress. Het armbandje kost €1,98 en die ketting kost €2,12. En het moet stainless steel zijn, dus dat is op zich wel chill. Volgens mij ben ik er helemaal doorheen. Ik ga de adventkalender aan jullie nog even laten zien. Misschien wel leuk. Dit is de adventkalender. Ik heb hem dus van... De Action, hij kan ook nog aan. En hierin zitten dus kleine bakjes. En daar kan ik de leuke kleine dingetjes in doen. Ik heb ook dus heel veel grotere dingen. Maar ik heb een aparte cadeaudoos. Echt heel erg mooi van de Action ook. En daar doe ik alle grotere cadeautjes in. Dus die ga ik lekker zo op mijn gemakje vullen voor haar. En dan was dit alweer de kerst AliExpress shoplog. Ik hoop dat jullie de video leuk vonden. En ook deze Winter Wonderland thema. En ik zie jullie vrijdag met de Intratuin Shop With Me. Echt heel erg leuk. Dus ja, tot vrijdag. Vond je deze video leuk? Doe dan even dat duimpje omhoog en abonneer je op mijn kanaal. Vind ik heel erg leuk. Check dus even de beschrijving met de linkjes van de producten. Mocht er een item niet tussen staan, dan is die waarschijnlijk niet meer beschikbaar. Maar dan weten jullie dat. En dan zie ik jullie tot vrijdag. Doei doei!